Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 51 in seizoen 4. Heb jij de vorige aflevering gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtdoor met ietsje, klik erop en zal die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Helaas is deze aflevering wat korter. De kwalificatie heeft mijn game capture card niet opgenomen. Dat is heel gek. Want ik had gewoon op opname gedrukt. Of ja, ik had op opname gestart gedrukt. Maar alleen dat pakt hij dus niet. Ook bij de volgende aflevering is de wedstrijd niet opgenomen. Heel gek wat er is gebeurd. Maar goed, daar kunnen we niks aan veranderen. We gaan dan gelijk door naar de wedstrijd. Spannend, spannend, spannend voor de ene laatste wedstrijd in seizoen 4. Welcome along then to the place where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And it's the place, a year later, that Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's Interlagos, and it's time for the Brazilian Grand Prix. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Junsao into one of the two DRS zones will be the key to any overtaking prospects today. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Let's talk about the professor. What a season they've had. A well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that's been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. George Russell will begin today's event from pole position, with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Gasly, Lando Norris, and Sainz, Bottas, Stroll, Perez, and the Professor, Kvyat, Ocon, Sebastian Vettel, and Albon, De Vries, Giovinazzi, Nicholas Latifi, and Kevin Magnussen. Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Delatraz, Matsushita, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail to... We zijn dan dus aanbeland bij de grid en we gaan ook gelijk beginnen met de grote prijs van Brazilië. De ene laatste wedstrijd van seizoen 4 is onderweg met onszelf vanaf P10 op de startgrid. En we komen beter weg dan de beide racing points. Wat beter weg dan Bottas, die wordt dan gelijk geblokkeerd door Carlos Sainz. We raken daar net niet. Lando Norris, we moesten daar even op de rem staan. Maar P7 is van ons. Voor ons rijden de beide McLaren's en daar kunnen we dan mee aan de slag, omdat die elkaar gaan ophouden. Want die rijden nog steeds zij aan zij. En we kunnen hiervan profiteren van een slechte exit van Lando Norris. We zitten hier aan de buitenkant. De volgende bocht is voor Lando, maar wij snijden hem daar gewoon de pas af. En P6 is van ons. Dat hebben we goed gedaan. Vier posities gewonnen in ronde nummer 1. Daar hebben we dan ook Carlos Sainz aan het einde van ronde nummer 1 te grazen genomen. En hebben we 5 posities gewonnen. George Russell zet een 1.13.462 neer. Wij kijken via de buitenkant van Lewis Hamilton, maar die laat daar geen ruimte voor ons over. En wij moesten daar even op het gas. En die aanval is tot nu toe mislukt. Maar er zijn nog 34 ronden te gaan in de wedstrijd. Daar hebben we dan wel Lewis Hamilton te grazen genomen. Mooi aan die buitenkant. En P4 is alweer van ons. De volgende heet Charles Leclerc. En we zitten zometeen in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Pierre Gasly rijdt op P2. Kijken we naar de buitenkant. En P3 is van ons. En we zitten in ronde nummer 4. De vorige twee seizoenen was Gasly hier enorm sterk. Nu lijkt hij hier weer sterk te zijn. Een raadsel hoe dat kan. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. En Gasly is hier dan denk ik gezien
Hij verdedigt wel heel scherp, maar wij kijken toch nog naar die binnenkant. Gasly remt wel wat later, maar wij laten hem staan. En P2 is van ons. De volgende heet dan George Russell, onze teamgenoot. Leuk dingetje is, George Russell is nu tot nu toe onze langstzittende teamgenoot in ons team. Die rijdt al 3 seizoenen voor ons. En ik verwacht ook dat hij in seizoen 5 ook voor ons team rijdt. Maar eerst seizoen 4 afmaken. Eerst in Brazilië, dan in Abu Dhabi, die wat korter is omdat mijn game capture card de race niet heeft opgenomen. Terwijl ik daar toch om had gevraagd. Heel gek, maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Ik heb misschien wel nog de highlights, die ga ik dan er wel inzetten. Maar die aflevering is ook kort. We zitten in ronde nummer 14 van de wedstrijd. En we kijken bij George Russell. Maar we kunnen nog niet aanvallen, want we zitten te ver weg. Pierre Gasly duikt naar binnen. Charles Leclerc duikt naar binnen. Lando Norris duikt naar binnen. Een Mercedes duikt naar binnen. Allemaal voor een eerste pitstop van de dag. En wij rijden gewoon nog door samen met George Russell. Dus wij gaan langer door dan de rest. En dan proberen wij om voor de rest van het veld gewoon weer uit de pitstraat te komen. Ik denk wel dat dat kan. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Tikken daar heel lichtjes George Russell aan. Maar we hebben geen schade opgelopen. Dat is fijn om te zien. Kat naar Perez is 17,7 seconden. En Russell zit maar 2/10 voor ons. Rood in sector 1, 3/10 langzamer. Maar dat is geen probleem. We gaan elkaar nu gewoon pushen om te zorgen dat we gewoon voor Perez, Hamilton en Ocon weer de baan opkomen. Ronde nummer 16. En George Russell duikt naar binnen. Wij gaan dus voor de overcut. En gaan naar de harde band. Ik denk dat Russell ook naar de harde band gaat. En ik verwacht dat hij voor Sergio Perez weer de baan opkomt. Perez komt nu bij sector 3 aan. En Russell komt er gewoon... Sorry, Perez gaat ook naar binnen zelfs. En Russell komt weer mooi voor Perez weer de baan op. Dat is gunstig voor ons, want wij duiken nu naar binnen. 2 seconden heeft dat geduurd. En Russell is ons gepasseerd. En is naar de leiding gegaan. De bandenstapels kraakt, maar dat is geen probleem. Ronde nummer 19 is het inmiddels. We zitten over de helft van de wedstrijd. En we hebben een groot gat naar Danik Fiat en Pierre Gasly. Charles Leclerc rijdt op die softbanden. Russell en mezelf dus op die harde band. En het gevecht gaat hier gewoon door voor de raceoverwinning. Want wij zijn gewoon veel sneller dan de rest van het veld. In seizoen 5 komt er ook geen regulatieverandering. Dus we behouden gewoon onze performance. Dat is goed om te zien. We kijken wel bij George Russell. Maar kunnen nog niet aanvallen. Want we zitten net te ver weg. Vond jij deze video nou leuk? Beloon het dan met een like. Vond jij hem niet leuk? Beloon het dan met een dislike. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 Mighty Mech Remote video's. Terwijl Nicolas Latifi is uitgevallen. Reageer wat er verbeterd kan worden op deze video. Volg me even op de sociale media voor wekelijkse updates. Mijn linkjes staan in de beschrijving van mijn account. Russell heeft hier wel geluk dat het hier gele vlag is. Want wij mogen niet aanvallen. Omdat Latifi daar stilstaat. Nog 16 ronden te gaan, dus het schiet al aardig op. Ronde nummer 21, begin van ronde nummer 22. En dit keer zitten we er beter voor. Maar zitten we weer net iets te ver weg. Russell is goed bezig. Hij houdt ons op afstand, wat ik niet zo fijn vind. Maar ja, het is je teamgenoot. We willen gewoon zorgen dat het clean verloopt. Dat er geen schade wordt gereden. Want dat zou wel erg jammer zijn voor ons. Ook in seizoen 5 komt er een compleet nieuwe auto. Een mooie auto. Maar dat zie je over 2 afleveringen dus. Ronde nummer 22. Begin ronde nummer 23. En we kijken hier via de buitenkant. En P1 is veroverd. En we zetten gelijk paars in sector 3 neer. Dat is fijn om te zien. En nu moeten we van George Russell weg zien te rijden.
als dat kan. Paars Insector 1. Ook Paars Insector 2. En Russell heeft al een achterstand van 1,5 seconde. En wij verbeteren dat snelste raceronde naar een 1.8.3.0.8. Ronde nummer 25. En de eerste achterblijver komt al in zicht. Dat is volgens mij Antonio Giovinazzi. Zeg ik dat goed? Nee, het is Romain Grosjean. Geen Antonio Giovinazzi, het is Romain Grosjean in zijn Haas. Volgend seizoen wordt er een nieuwe rijder bij Mercedes verwacht. Waarom? Valtteri Bottas gaat ermee stoppen. En wie weet? Goeie vraag. Ik weet al wie er naast gaat stappen, want ik ben al met dat seizoen bezig, seizoen 5. Maar jullie nog niet. En dat belooft zo gaaf te worden. Ik denk al... Ik weet volgens mij al dat jullie het weten. Maar ik zeg nog even helemaal niks. Wat wel een feit is, George Russell behouden we gewoon als teamgenoot in seizoen 5. Matsushita houdt hier ons gewoon op. Wat doe je daar? Wat een slecht moment om daar aan de kant te gaan. Een bizar moment van Matsushita, die al 2 seizoenen volgens mij in de Formule 1 rijdt, of meer zelfs, dus hij moet dit wel weten. In Abu Dhabi pakken we wel grid penalties, want we gaan componenten vervangen. De volgende blauwe vlag is voor Kevin Magnussen. En we gaan ronde nummer 31 alweer in. Het schiet al aardig op en Magnussen laat ons mooi voorbij. Het gat naar George Russell bedraagt 4 seconden. En Gasly hebben gewoon op 25,7 seconden gereden. Dat is onwijs groot. En Bottas gewoon op 35,6 seconden. Nick de Vries gaan we ook op een ronde zetten. Onze landgenoot in die trage Williams, waar Russell in seizoen 1 mee moest rijden, maar toen naar Schaven Racing kwam en daar zich gewoon ontpopte tot een van de grootste talenten die ik heb gezien in mijn team. Hij rijdt gewoon uitstekend goed. Maar fijn dat we hem hebben gehaald. Ronde nummer 32 zitten we alweer in. En meer blauwe vlaggen worden er gezwaaid. Dit keer voor onze teamgenoot van seizoen 1. Louis de Letras, die is teruggekeerd in de Formule 1, heeft Daniel Ricciardo vervangen. En hij heeft dus op een ronde gezet. We gaan ronde nummer 33 alweer in. Nog 3 ronden te gaan. De Letras kan misschien terugkomen, maar dat zou ik niet doen, Louis. Verstappen en Giovinazzi knokken daar gewoon om een plek buiten de punten. Hou? Volgens mij heeft Max ook penalties laten invoeren. Hij heeft componenten laten vervangen. Oh, Giovinazzi, wat doe je, jongen? Wat deed je daar? Ja, dan is het ook een heel slecht moment om gewoon voor mij aan de kant te gaan. Dan beschadig je daar gewoon je voorvleugel. Eigen schuld, dikke bult. Had je maar eerder aan de kant moeten gaan. En niet zo rare beweging moeten maken. Want dat deed hij gewoon. Max wordt ook dus op een ronde gezet. Wat gewoon bizar is. Een Red Bull wordt op een ronde gezet. Had ik niet verwacht. We gaan zo meteen alweer ronde nummer 34 alweer in. En dat gat naar George Russell bedraagt 4,1 seconde. Verstappen laat ons hier wel mooi goed voorbij. Zo hoor je het dus te doen. Hij heeft hier misschien wel DRS van ons. Zou ik niet doen, Max, want je kent het met Ocon. Daar ging het ook mis. Maar dit keer niet. Mooi om te zien. Begin ronde nummer 35 alweer. Einde ronde nummer 34. En Sebastian Vettel wordt op een ronde gezet. Dat is pijnlijk. Het gaat om P14 in de wedstrijd. En we zetten weer de snelste raceronde neer met een 1-8-2-4-3.
Rood in sector 1 en 2, maar we pakken onze tijd goed in sector 3. Een persoonlijke verbetering daar ook. Mooi om te zien. We zitten inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. Groen in sector 1. Gat naar George Russell is 4,9 seconden. Niemand wordt meer op een ronde gezet, want de Racing Point zit te ver weg. Ik moest even twijfelen tussen Aston Martin en Racing Point, omdat we nu in werkelijkheid in F1 2021 zitten. En ik speel nog op F1 2020, dus het is even schakelen tussen mij. Maar dat geeft niks, want we komen bij de laatste bocht aan. Is dat Glock? Is dat Glock? Nee, het is Giannon. Wij komen dus aan bij de laatste bocht in Barcelona, wat zeg ik nou, in Brazilië. Fantastische wedstrijd. We winnen dus alweer een grote prijs en gaan ons opmaken voor de laatste ronde van seizoen 4 in Abu Dhabi. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. Congratulations to the whole team. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think the key here is just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere. And it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close walk battles on track. It's what all the fans are after. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. De uitslag van de wedstrijd, wij hebben dus de grote prijs pakken, ook een snel gereden op de punten. Russell scoort weer een tweede plek, weer dus een 1-2'tje voor ons. Gasly na P3 doet hij gewoon goed. Bottas naar P4 in zijn ene laatste wedstrijd van My Team Career Mode. Albon naar P6, Norris naar P5 doet hij goed. En gewoon vanaf Vettel iedereen op een ronde gezet. Nou, coureurs en constructeurs is gewoon beslist. Maar goed, de grote prijs van Brazilië zit er alweer op. De ene laatste aflevering van seizoen 4 zit er alweer op. Heb jij genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me waarom jij niet hebt genoten. Vond je deze video ook interessant? Of vond je er wat aan? Laat dan weten in de comments. Ben jij nieuw bij mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Volg even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. En verder voor de laatste aflevering in seizoen 4 in Abu Dhabi. En dan gaan we ons opmaken voor seizoen 5. Tot ziens.